Iedereen kent het wel, zich een breuk tillen. Ah, maar komt dit nou van de liesbreuk of van de botbreuk? Ik denk een liesbreuk. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het gezegde je een breuk tillen. Komt dat van een liesbreuk? Ik denk dat dat van een liesbreuk komt. Maar het had ook kunnen zijn, je kunt jezelf een breuk blazen of jezelf een breuk persen. Want het gaat denk ik niet zozeer om het oorzakelijk verband tussen tillen en een liesbreuk krijgen, als wel drukverhoging en daardoor de uitstulping die een liesbreuk eigenlijk is, opwekken. Wat is een liesbreuk eigenlijk? Een liesbreuk is niet zo moeilijk. Een liesbreuk is een gat in je buikwand. Een buikwand bestaat uit een buitenkant, dat is de huid. Daaronder heb je een laag van spieren en peesplaten. En daaronder komt weer je buikvlies. En dat buikvlies dat is eigenlijk het zakje waar je darmen in zitten. En die laag van pezen en spierplaten, daar zit een gat in. Ik heb wel een mooi plaatje ervan. Dat komt van een proefschrift van een andere chirurg. Die heeft een plaatje gemaakt van... En je ziet dat dit een fietsband is. Je hebt de buitenband, de binnenband. En dat is normaal in structuur. Bij een liesbreuk of bij een breuk in de buikwand heb je daar een gat in. En dan kan de binnenband naar buiten stulpen. Is een liesbreuk pijnlijk? Niet alle liesbreuken zijn pijnlijk. Maar de meeste breuken gaan op den duur wel pijn doen. Het gevaar wat in een liesbreuk schuilt, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom we ze wel opereren en het ook adviseren, is dat wanneer je zo'n uitzakking van je buikvlies hebt, daar komt een stuk darm in klem te zitten, dat die darm kan afklemmen en dan de vaatvoorziening daarvan, dat die kan afsterven en dat je een buikvliesontsteking krijgt. En hoe los je dat nou op? Ik heb nog een keer dit ontzettend leuke plaatje van Giel Koning. Vroeger hebben we altijd gezegd van nou, dan pakken we naald en draad en hechten we de boel aan elkaar, stevig aan elkaar trekken. Dat betekent dat je de spanning eigenlijk alleen maar verplaatst en dat die breuk op een andere plek kan ontstaan. Ja, we lossen liesbreuken tegenwoordig op met een matje. En dat matje moet je niet aan de buitenkant leggen, maar dat matje dat leg je eigenlijk aan de binnenkant van die wand. En dan krijg je eigenlijk dit. Zou ik zijn operaties mogen zien? Heel graag, Aukje. Ja. We zijn hier bij een liesbreukoperatie. Deze meneer heeft een liesbreuk aan de linkerkant. En in dit ziekenhuis hebben ze een nieuwe methode om dit te opereren. En ik mag meekijken. Zitten we hier op de voorrand van de rectusschede. Dus dat is, uiteindelijk is dat de toegang tot de plaats waar we de preperitoneale holte, waar we onze mat neer willen leggen. Daar worden best veel instrumenten bij gebruikt. Maar die opening blijft echt heel klein. Je kan heel mooi alle lagen zien. Je kunt jezelf dus letterlijk een breuk tillen. Maar door deze nieuwe methode ben je na 2 weken gewoon weer op de been. Het is dus een feit.